Onze basis begint er al heel erg leuk uit te zien. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Triforce Heroes. In de vorige aflevering hebben we ook weer veel mining gedaan en hebben we weer veel upgrades gevonden. En deze aflevering gaan we toch een beetje focussen op bazen. En aangezien dat er dus één iemand eventjes... Ik zet daar Link op. Link, kom eens even hier. Jij gaat eventjes Summoning of Cthulhu maken. En dan heb ik ook een Strange Plant gevonden. Strange Plants die kun je gebruiken bij je die-trader. Bij ons is dat Hanno op dit moment. En dan krijg je dus speciale dies voor. Nou, aangezien dat we onze die al vast hebben. Blauw, rood en ja, we gaan toch proberen groen te krijgen om... Link toch groen haar te geven, zoals in Triforce Heroes. Dus dat gaan we toch proberen. Hij is voor mij. Hey. Kunnen we de andere dice nog altijd gebruiken voor de accessoires die we dragen? Ik heb nou bijvoorbeeld negative die en die kan ik dan zeg maar... ja, het is niet echt zo goed te zien. Juist, kijk. Ziet er niet uit. Ik verkoop deze. Deze is echt lelijk. Maar je kunt dus zeg maar je accessoires, dan kun je dus ook een verschil. Ik kan zelfs Fiverr zou ik dus eventueel... Bunny heet altijd Fiverr in Terraria, ja, dat is gewoon een ding. Maar deze die kan ik verkopen voor 2 gold. Oh, graag. Dus ik ga heel eventjes kijken of ik skybases kan vinden. Ja, dat zou wel fijn zijn. Dus ik ga er van tussen. Doei. Oké. Okay. Oh, en als je heel veel zegt wanneer je er eentje hebt gevonden, dan kan ik op de map kijken waar dat ongeveer is. Is ook wel fijn om goed te kunnen zien. Ja. Want wij kunnen natuurlijk niet zien waar jij geëxploreerd hebt. Ja, het is jammer dat je geen markings op de map kan plaatsen. Inderdaad, dat zou het ook al een stuk prettiger maken. Dat is misschien een leuke upgrade voor Terraria. Oeh, bijna falling damage. Oeps. Nou, de Star Fury die is heel erg handig voor Link. Heel erg handig. Ja, een ballon is altijd heel erg handig. Horseshoe is altijd heel erg handig. Eigenlijk alles dat je daar vindt. Nou, ik weet alleen niet. Alleen de Cloud in the Bottle kan je volgens mij ook vinden, maar die is niet meer nodig. Cloud in the Bottle die vind je volgens mij niet in Sky. Ik dacht dat die, maar ik weet het niet zeker. Nee, volgens mij niet hoor. Oké. Want je, je hebt al heel veel verschillende clouds in de bottles. Je hebt de cloud in de bottle, blizzard in de bottle, tsunami in de bottle, sandstorm in de bottle. Fart in de bottle. Ja, nee, dat is een combinatie item. Ja, klopt. Dus die kun je niet zo vinden. Dus. Maar bestaat wel. Ja, maar dat is zoals ik al zei, een combinatie. Oh, ik heb harpies. Harpies. Nee, harpie. Jongen. Zou ik toch even naar dat te kijken? Jongen, moest dat nou weer? Blijkbaar. Ik verstond het letterlijk. Maar we hebben de traveling merchant nog steeds niet gezien. Dat was bijna tegen de boom aan. Het is heel gevaarlijk, want ik heb nog steeds falling damage. Dus als ik nou op de grond knal, dan... ouchies. Dus daarom moet ik ook even goed de timer in de gaten houden. Want onder mijn hotbar kun je dus zeg maar zien hoe lang dat ik nog de gravitation potion heb. En dat swappen, dat doe je door gewoon op de W-knop te drukken. Heel erg handig. Oh, tip. Je had ook de paraplu, toch? Ja, die heb ik. Gebruik die tegelijkertijd. Dan zweef je een heel stuk langer door. Ja, behalve als je naar boven toe gaat. Nou ja, als het goed is, werkt hij dan nog steeds. Omdat gewoon letterlijk alles op zijn kop zit. Ja, nee, maar dan val je ook langzamer. Alleen het probleem is, ik heb harpies. Harpies. Ja, dan wil je wel snel van ze weg. Precies. Dus, en ik heb nog maar 10 seconden. Dus ik val nou eventjes weer bijna te pletten. Dan doe ik even snel op W drukken. En ondertussen dat ik naar boven toe val. 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde. Volgende. Oké. Okay. We hebben weer 3 minuten. Ik heb er nog geen gevonden trouwens. Jammer. Hadoeken. Oh, daar is de eerste.
Wat voor een? Met kistje. Horseshoe! Oeh. Nice. Ik hoef me geen zorgen meer te maken over falling damage. Ik neem de deur ook even mee. En ja, ik kan het hele huisje wel demolissen, maar ik heb liever dat ik nou eigenlijk use maak van die gravitation potions die we hebben, dus... Ja, plus we kunnen er altijd naartoe bouwen. Oh, ik ben hier namelijk nog niet geëxplored, dus dan kan ik niet echt goed zien. Oh, wacht. Dan kan ik heel misschien een beetje... Misschien zit er hier nou, boven. Zolang je de paraplu gebruikt, dan kun je ook geen... Ik heb de horseshoe geëquipped, dus ik heb geen fall damage. Nee, je hoeft je niet eens druk te maken, inderdaad. Kijk maar. Oep, niks aan de hand. Nou ja, dan is het handig als we die nog meer vinden. Ja, en anders wil ik in ieder geval je paraplu hebben, want dan krijg ik ook fall damage. Onderzeepies paraplu. Oké, eens kijken of ik nog meer zo van die eilandjes kan vinden. Of de Star Fury. Dat is een van zijn favoriete wapens. Heeft hij nog steeds niet uitgelegd. Kijk uit met hier naar beneden gaan. Zo kunnen ze gewoon één lange tanden erin gooien. En het is er ook een range met een kistje. En een strange plant. Oeh. Hallo strange plant. Jou neem ik mee. Hey, jullie doen pijn. Jullie doen pijn. Jullie doen heel veel pijn. Zo, deurtje dicht. Oh god, oh god, oh god. Een Star Fury. Mooi. Mooi. Dan gaan we nu heel veel items vinden, waarschijnlijk. Nou, heb jij die... Oh, ik heb de jungle gevonden trouwens. Heb jij die Suspicion Locking Eye al gemaakt? Nee, ik weet niet waar een demon altaar zit. Die zat ergens daar in de cave. Oh. Nou, dan ga ik heel even naar die cave toe. Tegen. Volgens mij hadden we al een... Ja, we hebben al een één looking eye. Ja, maar dit is geen expert mode, dus we hebben er meerdere nodig. Dus we krijgen niet allemaal een treasure bag. Ja, dan... Daarom is het ook heel belangrijk om dus bazen meerdere keren te molestreren. Auw. Oh, gravitation potion. Alle funny stars kan ik gewoon weg, of in de kistje doen. Ja, bij de ammo kun je die King Jester arrows van maken. Ja. En stel dat we niet genoeg goede bait hebben, dan kunnen we het ook voor de bait gebruiken. Dat ook de nood blijft het handig. Nou, dadelijk voor de destroyer zou ik zeggen van... Maar ja, we hebben ook nog geen running boots gevonden, ook nog niet eens dus. Maar ja, daar komt nou misschien verandering in met Star Fury. Ja, hopelijk. Voor de kijkers, de Star Fury, op het moment dat je daarmee zeg maar zwaait, dan vallen er sterretjes. En de reden waarom je er heel makkelijk kistjes mee vindt... Sterretjes geven licht. Als je onder de grond zit, dan vliegt het door muren heen. Waardoor je eigenlijk in plekken waar je dus niet bent, kun je de lege ruimtes vinden. En in de lege ruimtes kunnen kistjes zitten. Oh, ik heb... sorry, maar ik ga deze aan Erwin geven. Ik heb namelijk nog een horseshoe gevonden. En die heeft de buff 20 extra mana. Oeh. Nou, is goed. Zolang ik de paraplu heb... Ik je heb krijgt een Star Fury, zeur niet! Nee, de paraplu krijg je ook. Want zolang ik de paraplu heb, dan hoef ik me ook niet druk te maken om fall damage... Ja, je moet hem de hele tijd selecteren. Dat kan wel irritant zijn. Kan irritant zijn, maar... Oh, ja, deze, die Sky Island waar ik... De laatste die zat eigenlijk best wel laag. Maar ik heb nog geen fishing pond gevonden. Wat eigenlijk best wel goed is. Want bij onze expert hadden wij meer fishing ponds. Maar één fishing pond, die willen we ook wel... Ja, maar ik ben alleen maar links nou aan het exploren, hè, dus... Ja, klopt. Ik heb in ieder geval een Black Lens, dus dat is handig voor als we later een Twins-staf... Sorry, die mag alleen Erwin gebruiken. Ja, klopt.
Maar het is inderdaad een hele fijne summon. Het is fijn om die te hebben. Want we proberen natuurlijk wel een beetje alle wapens ook te laten zien. Maar op dit moment hebben we nog niet echt speciale nieuwe wapens gevonden. Ja, er zit wel de yo-yo. Die, ja, kan gebruikt worden natuurlijk door onze Link. Mumei. Ja. Link Mumei. Ik heb meer om eigenlijk te zeggen memes, maar... Ja, kun je dat even uitleggen aan de kijkertjes? Hoe kom jij op de naam Mumei? Nou, het is een afkorting van Musical Memoires. Ah. En een memoires is een soort van een dagboekachtig iets. Ah, alleen dan heb ik dus een muzikale dagboek, als het ware, als naam. En vrienden die begonnen me constant die gebruikersnaam af te korten. Dus ja. Ja, dus dadelijk blijft alleen nog maar de M over. Inderdaad. Oké, ik heb in ieder geval weer heel veel gevonden. Hartstikke leuk. Even kijken, dit kan bij de meubels. Deze, dat is de melee. En dan die andere, die gooi ik in de magic. Deze kan ook bij de meubels. En dan hoop ik dat hij snel opschiet met zijn suspicious rocking eye, want ik wil vechten! Ja, ik zit te zoeken, maar ja, ik weet niet waar hij dan zit. Ik zal even op mijn map kijken, want ik had er wel eentje al gevonden. Ergens. Ik heb dus helemaal geen idee waar hij zit. Dus ik weet ook niet eens of ik naar de juiste plek aan het nee, kijken ben. Nee, die zit heel hoog. Die zit heel hoog, joh. Oh. Ja, dan ben ik er waarschijnlijk al... Ik loop wel eventjes naar je toe, dan kan ik hem je aanwijzen. Dus! Weer een wormpje? Nee? Oh, nee. Terraria muziek blijft altijd gezellig. Wat ik ook achter ben gekomen is dat je je favoriete muziek, zeg maar, kan opnemen in Terraria. En dat je die overal kan spelen. Oh, dat ga ik sowieso doen. Ja, ik ook. Ik ga dat met de Wall of Flesh muziek doen. Als er dan een Blood Moon komt, niks Blood Moon muziek. Huppakee. Inderdaad. Wall of Flesh muziek erachteraan. Pirate Invasion, Wall of Flesh muziek. Erwin, wat ben je ver weg? Ah, ik ben even ook rond aan het kijken. Nou, ik had al één corruptie bij hem gevonden, maar die zit ook best wel ver weg. Ik heb een death meter. Oh, nice. Je hebt oh, ook. Mooi. Oké, Zit er nog iets leuks op? Ja, melee speed. Nee, dit is onze cave niet. Dit is onze cave. Oh, daar. Ja, als jij zeg maar daar waar je nou staat... iets naar beneden, plateautje naar beneden toe. Ja, en dan ga je naar links. Ah, ja, ik zie hem. Ja, het is hier een dooplopend gangetje. Dus ja, ja alleen op de map daar zie je, op de map zie je net een beetje water en daar zat een demon altar in. Kom op, jongen, ik heb slimes nodig eventjes. Ik heb dadelijk vuur-arrows weer maken. Die zijn eigenlijk wel handig tegen Ayo. Twee kistjes. Climbing claws, mooi. Oh, die zijn altijd handig. Die zijn heel handig, ja. Mining potion, gordels. Oeh, drie wormen hier. Oh, nice. Ja, wormen die zijn dus heel erg handig om dadelijk de vissen. En vissen is heel erg fijn, omdat je dan al een behoorlijke headstart kunt hebben in hard mode. Zeker een aanrader, dat is ook echt bij... Oh, hij is er eindelijk! Mooi. Is iemand toevallig thuis? Ik ben thuis nu. Ik heb Magic Mirror, hè, dus... Jij ook trouwens, daar niet van. Maar... Ja, maar ik bedoel van of het de moeite waard is. Lifeform Analyzer. Dat is zeker de moeite waard. Displays the name of rare creatures around you. Oftewel, dat is voor rare creatures. Ja. Is om NPC's te vinden, de nymph. Nee, de rare creatures. Alleen de rare creatures. Geen NPC's. Alleen de rare creatures. Daar vind je ook de bound NPC's mee. Nee? Wel? Oh, je bedoelt die debt collector?
Nee, daar vind, nog... daar vind je ook de Goblin Tinker mee. De Webbed Stylist. Die vind je er ook allemaal mee. Erwin? Ja? Je despawnt nog steeds niet bij het bed. Dat heb ik wel gedaan. Hè? Ik dacht dat ik de Black Lenses, die lenzen meegenomen had. Ik sta hier nu en ik heb er maar twee bij me. Ik kom dadelijk wel aan. Kun je eventjes het huis fixen? Dan kom ik even gelijk naar jou toe. Er is kijk... niks kapot aan het huis. Jawel, de deur mist. Ik spawn in het bed. Oh. Kijk. Dan vraag ik mij af waarom dat die deur weer... ik heb de deur hier. Als je een wormhole potion gebruikt... Ja, die gebruik ik. Oké. Kijk eens, daar ben ik al. Dan... Je had er twee bij, mag ik die twee van jou? Ja. Dan kan ik er namelijk twee nog maken. Op zich zou ik voor de gein een arcane rune wall kunnen maken, aangezien ik de magier ben. Nee, je moet... Ja, maar die zijn niet rood. Ja, je kunt het huis rood verven. Dat zou je kunnen doen. Even kijken, waar zijn de bossen? Hier. Oké, we hebben 4 Eye of Cthulhu's. Oeh. Even kijken, materialen, resources. Ik wil eventjes... Tungsten die hoort... Jongens, wat zijn jullie toch goed in het sorteren van dingen, zeg? Tisk, tisk, tisk. Nou, ik heb vrij weinig gesorteerd. Ik heb bijna alles via Quick Stack weer... Waar is eigenlijk al het lood? In de resource kist? Nee, daar hebben we alleen maar... Tenzij iemand anders het ergens anders in heeft. Nou, wacht, we hebben geen lood, we hebben ijzer. Oh ja, maar die zit er ook niet in. We hebben wel heel veel iron ore, maar jij ging toch, je had toch armen ervan gemaakt? Toch? Ja, ik had er wat armer, maar dan is er nog steeds... Was er in ieder geval zo'n stuk of 30 over. Nou, ze liggen niet in zijn resources. Ik heb hier platinum, koper, maar geen, nope. Ik heb het ook niet bij me. Ik heb er niks meer gedaan met lood. Where's the lood? Ik doe heel eventjes trouwens, dat is ook heel belangrijk om te maken. Al hebben we heel veel ores. Ja, daarom, maar die zijn ook nodig voor iron skin, dus ik zou ze niet allemaal in bars omgooien. Wilt er trouwens ook nog iemand eventjes een watch hebben, om de klok te kunnen zien? Oh, dat is natuurlijk ook handig. Ik kan er nog eentje maken van de platinum die we hebben. Ik zou hem in ieder geval heel handig vinden. Nou, dan krijg jij hem klaar. Bedankt. Ik heb nu al 4 van die items. Yay. Ik heb er nu 2. Ik heb de radar, depth meter, lifeform en ja, dan het klokje. Maar de klokje kun je altijd maken, dus... Ja, klopt. Die hebben we niet nodig. Deze mag dan terug bij de resources. Het klokje is nou heel erg handig om dus te kijken hoe laat dat is. En dan te kunnen zien wanneer dat wij onze vijand kunnen oproepen. Shop. Nee, dit wil ik allemaal bij me houden. Kan ik nog wat interessante dice krijgen? Ik had strange plans, sorry. Blue acid dye. Nou ja, blauw is blauw. Eens kijken hoe dat eruit ziet. Dat is niet verkeerd. A shiny link appeared. Nee, ik denk dat ik het gewoon op blauw hou. Het is meer shadow link. Blauw. Ik zou het zo doen als het in het rood was. Hè? Ik zou het zo eens doen als het rood was. Nee, dat mag niet. Blauw, hè? Ja, ik zou het doen als het rood was. Red husk. Oké. Okay. Ah, ik weet niet. Ik vind deze blauwe vind ik eigenlijk... Ik vind hem niet zo mooi. Jij wel dan. Ik vind die verkeerd. Want dat is persoonlijk, hè, natuurlijk. Ja, daarom. Nee, want liefst zou ik ze dan willen verkopen namelijk, dus... Ja, of we geven gewoon het bunny die kleur. Oh, dat ziet er wel gaaf uit. Als je huppelt. Oh ja, kan ik ook die paraplu... Doe ik het zo. Oh, ja, dank je voor die lens. Ja, gooi het allemaal maar naar mij toe. Oh, jij mag je hebben. Mag je ook hebben. Dude! Mag je ook hebben.
Serieus? even kijken. Ik mocht ze niet. Hij mocht zelf. Ja, dan kun je ze toch in de ammo-kist gooien. Dat doe ik toch ook? Je bent de ammo-kist. Ik haat jou. even kijken. Shurikens, ja, die heb ik toch al bij me, dus zal ik die daar ook even nog bij gooien. Ik denk dat ik eventjes van het... even kijken, materialen, resources, wat ik even die nog. Trouwens, nee, dat kan met tungsten. Dat ga ik niet laten in de mop gooien. Even een hamer maken. Aangezien dat het nou toch nog wel eventjes duurt voordat het nacht wordt. Zat er trouwens rechts al een corruptie bij hem? Geen idee. Oh, niet gezien. Ik ben er nog geen tegengekomen in ieder geval. Maar... Ik, ja, heel ver bij Oceaan bijna zelfs, dus... Oké. Even kijken. Ik wou even een hamertje hebben. Nou, ik ga wel eventjes snel die kant even dan op. Kan ik nog heel even snel de paraplu krijgen? Bedankt. Tuurlijk, het regent. Je moet gelijk de paraplu van me afjatten. Inderdaad. Nou, ik heel eventjes snel eventjes rechts eventjes checken. En over 4 minuten ongeveer is het nacht. En dan kunnen we dus zeg maar de baas oproepen. Dus ik zou zeggen, bereid jezelf alvast voor. Want daar zijn ze weer, hoor. Zonder running boots. Oh god. Maar nou hoop ik dus wel dat we dan bij de volgende aflevering misschien zelfs een nymf kunnen vinden. Dat zou heel mooi zijn. Ik ben eventjes door een sneeuwstorm aan het lopen. Oh, baas erop. Oké, nou, ik hoop dat ik eventjes iets, want als ik dan de musket kan vinden... Ja, hier was een musket. Ook armen zo eigenlijk een beetje aantrekken, tungsten of zo? Zou je kunnen doen. Maar ik heb alle tungsten nog bij me, per ongeluk. Maar heb jij al tungsten armen dan? Ik heb alleen nog 6 cactus. Ja, ik ook. Oké. Nou, ik heb iron. Volgens mij was mijn eerste, ja, die ik zeg maar het makkelijkste zou kunnen pakken, is... volgens mij was de bone armor die ook voor Ranger heel erg goed was. Die maak je van bones. Wee. Heb je je horseshoe trouwens al gepakt, Erwin? Oh, bij Magic zeker? Ja, dat is jouw kistje. Hé, hey, hier hebben we corruptie toevallig. Heb ik mijn bommen bij me? Kan er iemand even een wormhole potion even naar mij toe snel doen? Bommen meenemen? Al mijn bommen had ik ook weer gegooid. Ja, die staan in de, die liggen in de ammo kist. Ja, ammo. Hoeveel? Allemaal? Ja. Even kijken, wormhole. Wacht even, ik heb 7 lek, doe het eventjes. Ik kan een kistje niet openen. Ik zie nog geen Shadow Warps liggen. Waar ben jij? Hoi. Sorry voor dat je geen falling damage hebt, hè? Dus dat je hem al geëquipt hebt. Doei. Ik heb jouw bommetjes. Ja, kom ze aan. Dank je. Ja, je hoeft je er geen zorgen over te maken, want bij jou doen ze geen damage. Dat is mooi. Oh, oeps. Musket! Nou, musket. Nice! Heb ik gel? Ja, ik heb gel. Oké, ik maak er even sticky bombs van. Oké. Kom op, sticky bombs. Waar zijn jullie? Daar. Oké. Dus als ze zo diep liggen, dan wil dat dus zeggen dat dit niet de echte oorspronkelijke dieptal is. Ik wil een grappling hook.
zou wel heel handig zijn om te hebben, ja. Is het nou officieel eigenlijk avond of is het pas om half? Volgens mij is het avond, wat het meusje was departed. Nee, dat is echt altijd net voordat het avond wordt. Oh, dat gaat diep. Oké, ik heb hier nog een tweede, die doe ik ook nog eventjes snel, dan kom ik eraan. Oké, wat hebben we? Nog een musket. Jammer. Ik kan me in je item frame doen. Nee, ik kan gewoon voor lekker verkopen. Wat dacht je daarvan? Ja, het is nacht nu. Zijn we zover? Ja hoor. Even kijken. Musket. Die kan ik eentje verkopen. Daar heb ik er 200 kogels voor. Weet je waar, het maakt wel voor ons beiden dan een chestplate. Een tungsten. Mooi. Heb ik. Kom je ook thuis, want we gaan de baas oproepen. Ja. Het is zover. Ik kom eraan. Oh boy. Als dat maar goed gaat. Vast wel. Daar komt hij. Oh, hoi. Oké, onze eerste baas, de Eye of Cthulhu. De Eye of Cthulhu, die spant kleine oogjes, dasht langzaam op je. Dus hij is best makkelijk te dodgen. Maar op het moment dat je hem al half neer hebt geslagen, gaat hij naar een tweede vorm. Wanneer dat hij dat doet, dan praten wij verder. En wat zijn ze toch stiller, die anderen. Je komt zo... Ja. Dit gaat daar komt de tweede vorm aan. Nou vindt hij het leuk om op vijanden of op spelers te gaan dashen. De dash aanval die hij doet, zie je daar dus. En die kan dus zeg maar in één keer heel erg spontaan zijn. Dus dan wil je zeker vooruit kijken. Hebben we nog één? Nog. Oh ja, daar is de volgende al. Maar heb ik de aggro? Mag ik er nog eentje? Even kijken. Ik denk het inderdaad. Nou niet meer. Nee. Of wel? Jawel, nog steeds. Ja. Nee, nou niet meer. Nou moet hij jou hebben. Ik gebruik gewoon verschillende wapens. Vind ik leuk. Ja, laat ik. Vind jij dat ook leuk? Laat een like achter als je dat tijd vraagt. Juist. Spannend. Oogje. Kom eens hier. Oh, focus op mij. Oké, tweede vorm. Tijd voor de musket. Dat doet de meeste schade. Hij focust nog steeds op mij. Op jou. Op jou. Nee, hij is de keuze. Het tussen ons twee. Oh. Oh, dat was een dodgy skill. Hooray. Yippie. Ga gewoon door. Kunnen ze makkelijk aan nu, dus... Ja, het gaat nog best makkelijk, ja. Ik zit op 9 defense, kun je nagaan? Kijk, wij die defense en geen probleem. Trouwens, in expert mode... Zijn tweede vorm, die is gevaarlijk niet normaal. Ja, als je expert... Deze aanval, die gaat helemaal... Helemaal in het wild. En... 2 tot 3 keer zo snel beweegt hij dan. Nou, ik heb wel een leuk idee. We zouden eventueel een showcase kunnen doen, zeg maar, van hoe dat de baas in hard mode eruit ziet. En aangezien dat wij toevallig nog een playthrough hebben staan van hard mode, kunnen we jullie dat gewoon laten zien. Maar dat komt op het einde van deze aflevering. Oké, laatste. Oké. Tenminste, de laatste die ik heb. Wat leuk. Nou, één voordeel dat we dus zeg maar een class lock hebben, dat we nou dus niet 3 van die zwaarden hoeven te maken. Evan staat stil. Ja, jullie staan bij mij allemaal stil. Ik kon geen heel makkelijk op schieten. Het is heel vervelend als hij onder de grond gaat! Ja, best wel. Oké, komt weer hoor. En het leuke van de Star Fury is, hij
is ze in principe als wapen zelf niet eens zo heel erg sterk. Maar... Meteoriet. Maar de ster die er ontstaat tijdens het zwaaien, die doet meer schade dan het zwaard zelf. Dus het is best wel een sterk wapen vanwege die ster. Ja, zeker. Hadden we trouwens nou nog... had iemand nog ook zo'n ice summoner of... Denk het niet. Nee? Ja, dan zijn we klaar. Ik ga even kijken hoeveel bars dat we kunnen maken. Ik heb in ieder geval heel veel health potions erbij. Dus die gooi ik even allemaal weer netjes terug in de kist. Eens even kijken. Wij kunnen... 78 bars heb ik. Nice. Dus dat betekent dat we al een... ik ga voor die nieuwe bow, de demon bow. En dan, ja, de lightsbane, je zult hem toch nodig hebben, Erik, dus. En ik wil de Fisher of Souls hebben. Iedereen, denk ik dan. Dat is een vishengel. Ja, dat weet ik. En wil je die ook eentje hebben dan? Nou, een van jou, en jij krijgt een vishengel. En jij krijgt een vishengel. Hier heb ik het zwaardje. Vissen gimmen sowieso toch. Kijk, waar is deze? Nasty! 10% minder knockback, maar 15 range damage. Daar hou ik wel van. Oh ja. Dus, nou, en de rest die kunnen we dan bewaren om armor van te maken. Die eigenlijk heel erg gunstig is voor Erik. Omdat hij namelijk melee speed increase geeft en extra speed tot je sneller loopt. Dus, dankjewel voor de Unholy Arrows. Dankjewel. Oh, ik heb daar ook een paar van. Ik weet niet of je nog oors over hebt, dan kun je daar ook nog even bars van maken. Ik ga ze nou in de kist stoppen, dus even kijken. En de volgende dag, dan zal dus zeg maar weer een nieuwe NPC kunnen spannen, omdat we nou een geweer hebben. En daar kan ik de Mega Shark van kopen! Of de Mini Shark. Niet de Mega Shark. Het zou wel leuk zijn als je al gelijk de Mega Shark van... Maar... Ja. Dus! Ah, we hebben één Sapphire te weinig. Dan zouden we een grappling hook kunnen maken. Wormtooth. Wat kun je eigenlijk van Wormtooth maken? Was het niet de spawnen van de worm? Ja, dat is om de... Thorn Potion en Unholy Arrows. Voor die ene bos. Nee, die maak je niet voor een bos. Daar maak je Unholy Arrows van en Thorn Potions. Dus die gaat gewoon in de materialenkist. Ah. Hm. Oké, okay, nou, onthouden dan. Ik zie al wel tot... dingen al, zeg maar, tot we genoeg mandibles hebben. Hebben we ook genoeg toppas? Dat vraag ik mij af. Want dan zou ik die cent kunnen, want daar had ik het over. Dat ik die dan een keer een try zou geven. Ik weet bij god niet wat hij doet, maar... Dat zien we allemaal in de volgende aflevering. Aangezien dat, we nou dus, zeg maar, de baas hebben gedaan. En we zitten alweer op 33 minuten. De tijd vliegt echt enorm als we hier dus, zeg maar, zo bezig zijn. Hey, dus, ik neem Erik nog heel eventjes mee naar onze andere wereld. Het is een totaal andere wereld, staat helemaal los van de Let's Play. Is alleen maar om te laten zien hoe dat de Eye of Cthulhu werkt in expert mode. Dus Erwin, daar heb je helaas geen karakter in. Dus wij doen eventjes de afsluiting en dan nemen we nog eventjes de bonus even op. Die komt op het einde van deze video. Dus bedankt voor het kijken. Heb je een leuk zo'n momentje? Laat het weten als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter voor 4 keer de Eye of Cthulhu te hebben verslagen zonder 1 death. Als je daar tijd voor hebt. En ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Jongens, ik heb het hartstikke leuk gehad. Ja, zeker. Enorm. Echt, de eerste Let's Play voor mij. Maar dit is leuk. Ja, dat is fijn om te horen. In ieder geval bedankt voor het kijken, jongens. Tot de volgende aflevering. Doei! Doei! Let op! Dit laatste stukje van de video bevat spoilers. Aangezien we in de expertwereld al enorme sterke wapens en armor hebben. Dan zijn we hier dus aangekomen bij onze extra van de aflevering van de expert mode versie van de baas die we dus in deze aflevering hebben gedaan. Eye of Cthulhu. Nou, zoals je ziet, onze wereld hier, hier zitten we al heel erg ver in Terraria. We hebben al enorme items gevonden. Komt allemaal nog in de Let's Play, maar nu focussen we alleen maar op de baas, de Eye of Cthulhu. We hebben, ik gebruik gewoon even een handpistooltje ervoor. Daarvoor kan ik hem redelijk schaden doen, omdat hij niet gelijk doodgaat. Dat is wel gunstig. Ik gebruik een pickaxe in plaats van een van mijn overkill wapens. Het is nacht geworden, dus ik ga hem roepen. En de Eye of Cthulhu die komt dus er gewoon aan zoals dat hij normaal gesproken er ook zou aankomen. Dus in het begin nog weinig veranderingen. Hij dasht op je in, spant een paar vijandjes.
en heeft veel meer health. Dat is in het begin alleen expert mode. Op het moment dat hij dus naar de moeilijke fase gaat, spant hij ook gelijk extra beesten. En als je hem bijna dood hebt, stop maar even maar aanvallen. Als je hem bijna dood hebt, zoals nu dus het geval is, dan gaat hij een spastische dash aanval doen. Deze spastische dash aanval is enorm moeilijk te dodgen. En als hij dus nog maar één flik of health nodig heeft, dus dan vraag ik nog één keer even stoppen met aanvallen. Dan doet hij hem eindeloos. En dan zul je zien, dan wordt hij helemaal gek. Ah, hij doet ons bijna geen schade meer. Nee, ik hoef eigenlijk niet eens te ontwijken. Dus dit is een enorme moeilijke baas in expert mode en hij doet ook veel meer schade. Maar goed, als je hem dan verslagen hebt... Kom hier. Dan dropt hij automatisch een treasure bag. Nou, die treasure bag die zou ik heel eventjes oppakken en dan zou ik jullie laten zien wat je ervan krijgt. Als je de treasure bag openmaakt, dan krijg je dus gewoon de standaard items die is voor iedere speler. Iedere speler kan dus een treasure bag krijgen. En je kunt niet twee treasure bags oppakken. Je pakt alleen maar degene op die dus echt alleen voor je eigen is. En ja, onder de heleboel items, nogmaals mijn excuses. Ja, spoilerwaarschuwing was er al gegeven. Dan zie je dus dat je de Shield of Cthulhu krijgt. Dat is alleen te verkrijgen in een expert mode. Ik word gek van die vijanden, jongens. Ik ga nog niet neerhalen. Want daarmee kunnen we hem demonstreren. Daar kan je namelijk een dash aanval mee doen. Je gaat er één sneller door. En twee, als je tegen een vijand aan doet... raakt, dan krijg jij geen schade, maar krijgt de vijand schade. Ja. Plus een knockback. Dus het kan best wel handig zijn. Je kunt het makkelijkst eigenlijk doen op dat beestje wat er nou aankomt lopen. Ja. Dodge. En zelf, in plaats van dat je dan schade neemt, krijg jij zelf geen schade. Je duwt je eigen dus echt helemaal tegen dat beest aan. Het gaat mij een beetje te langzaam. En hij is dood! Dus ja, als ik nu ga rennen, ik moet eerst heel langzaam voordat ik kan rennen. En via een dash kan je direct rennen. Ja, dus dat is eigenlijk de Eye of Cthulhu in expert mode. En hij is moeilijk te verslaan en het is wel in het begin een handige item. Maar later wordt hij nogal wel vrij zinloos. Je krijgt er ook nog eens twee extra defense van, moet ik er ook even gelijk bij zeggen. Oh ja, inderdaad. Dus, maar goed, dat was dat. Dus ja, bij de volgende baas komen we hier weer even terug. En dan geven we een demonstratie van de volgende baas. Dus ja, we zien jullie daar dan. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei! Doei!